welkom aan onze tafelgasten. Philip Koostra van AWV De Zwaluwen. Henrike Nijman, IKC-coördinator. Petra Burgerman, buurtsportcoach. Bewegamot, mijn collega. En Manny Vellene van Achilles WIL, de voorzitter. Hartstikke mooi dat jullie hier vanavond zijn. Met jullie gaan we zo... Wij hebben sinds 2014 24 zwemmers en een zestal coaches overgenomen van de club Twente. En dat zijn met name wedstrijdzwemmers die bij ons ook recreatief kunnen zwemmen. Maar het merendeel zwemt inderdaad wedstrijden bij ons. Voor ons was het ook inderdaad een opgave. Want je wilt als vereniging zo'n fantastische groep altijd bij je vereniging toevoegen. Maar het moet wel doorlopen. Het is mooi dat je kunt zeggen, nou, we hebben een G-afdeling. Maar als vooral voor die groep na een jaar blijkt van, we kunnen niet verder en de financiën zijn er niet. Ja, dan is dat voor zo'n groep, komt dat dubbel aan. Maar je ziet ook dat sporten in verenigingsverband, maar bewegen ook vaak in niet-verenigingsverband gebeurt. En dat we daar ook met een stukje lef naar kijken van, hey, wat zijn dan de kansen om met elkaar dat ene doel te halen. Namelijk dat mensen lekker gaan bewegen en daardoor beter in hun vel zitten. Wij hebben sinds 2 jaar samenwerking gezocht met alle verenigingen op het Wendelgoor. De Wendelnobers noemen we ons. Nou ja, het woord nober zegt al genoeg in Twente. Hè? Dus dat je veel voor elkaar doet en samenwerkt. Dat is ook de bedoeling achter de Wendelnobers. En dat heeft ondertussen al geresulteerd in richting de gemeente in afspraken dat het sportpark Wendelgoor wordt opgeknapt. Want dat is een beetje een buitenbeentje, letterlijk en figuurlijk, geweest van de gemeente Almelo. Dat lag mooi in een uithoek en was weinig aandacht voor, maar dat is gelukkig veranderd. De gemeente is samen met ons nu bezig om dat beter te maken. Ja, daarnaast, het zijn prachtige sporten die hier op het Wendelgoor aangeboden worden. In dat opzicht gaat de samenwerking ook richting een gezamenlijke... uitnodiging naar alle Almeloers en Wierdenaren onder andere, want we zitten precies in het midden, om een keer gezellig ons te komen bezoeken, waar we alle sporten die hier zijn vrij gaan aanbieden aan de mensen uit de omgeving. Op dit moment ben ik heel tevreden over het sportbeleid in Almelo. We hebben heel veel vitale verenigingen. We investeren als gemeente volop in accommodaties. Het sportbedrijf op dit moment staat er gewoon goed voor. Zorgt voor een goede afstemming met de binnensport. Dus in Almelo zijn eigenlijk alle verenigingen en sporten wel aanwezig om op een gevarieerde manier hier aan het sporten en bewegen te komen. Ook investeert de gemeente de komende 2 jaar voor 500.000 in ongeorganiseerde sport. Is in toenemende mate van belang, omdat je heel veel... mensen ziet die van een club afgaan, maar wel op een andere manier in een ongeorganiseerd verband gaan sporten. Dus wij investeren in bootcampjes in de openbare ruimte, in beweegroutes, motoriekroutes, om op die manier ook mensen in de openbare ruimte, dus gewoon op straat, te verleiden te gaan sporten.